Hoe zou de wereld eruit zien zonder mannen? Ooit al eens over nagedacht? Ik wel. En één ding ben ik zeker. Dat zou grote gevolgen hebben in de politiek. Want zelf vandaag, in 2020, bestaan onze regeringen, parlementen en gemeenteraden nog steeds overwegend uit mannen. Kiezers blijken nu eenmaal minder geneigd om op een vrouw te stemmen. Het probleem is dat we niet weten hoe dat komt. Want we kunnen niet zomaar eventjes de hoofden van kiezers gaan openbreken en kijken wat er zich daar binnen in hun hersenen afspeelt wanneer ze een vrouwelijke kandidaat op een lijst zien staan. En dat heb ik opgelost. Ik heb een grootschalig online experiment uitgevoerd bij 2500 Vlamingen. Ik legde hen profielen voor van fictieve kandidaten. En de kandidaten namen daarbij een kort en neutraal standpunt in. Het geslacht van de kandidaat maakte ik duidelijk aan de hand van een mannelijk of vrouwelijk silhouet. En zeg nu zelf, in een ideale wereld zouden we toch verwachten dat ons beeld en onze evaluatie hetzelfde is wanneer we dit standpunt uit de mond van een man of een vrouw zouden horen komen. Hilde Krivits of Wouter Beke. Helaas, de resultaten van mijn onderzoek bewijzen het tegendeel. Positief is wel dat Vlaamse kiezers globaal geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het vlak van competentie. Hilde is dus even geschikt als Wouter om aan politiek te doen. Tot zover het goede nieuws. Wanneer we echter kijken naar de ideologische positie van kandidaten, dat is hoe links of hoe rechts we denken dat ze zijn, dan zien we dat Vlaamse kiezers vrouwelijke kandidaten beduidend linkser inschatten. Hilde is dus linkser dan Wouter, ook al zijn ze beide lid van dezelfde partij en houden er dezelfde standpunten op na. En dan hoor ik je nu zo denken. Wel, dit heeft wel degelijk belangrijke gevolgen op electoraal vlak. Want de ideologische positie die we aan kandidaten gaan toeschrijven, creëert ook verwachtingen over het soort beleid dat ze zullen voeren en de prioriteiten die ze zullen stellen. En op die manier zorgt dit voor vertekening bij kiezers. We mogen dan wel denken dat Hilde en Wouter even competent zijn. We verwachten wel dat Hilde een andere, meer linkse invulling zal geven aan haar beleid. En daar zijn we het misschien niet mee eens. Op die manier zorgt dit voor vertekening bij rechtse kiezers die minder geneigd zullen zijn om op de hun ogen linkse vrouwen te stemmen. Kunnen we daar nu iets aan doen? Zeker en vast. Ten eerste is het belangrijk dat wij als kiezer er ons bewust van zijn dat deze stereotypen leven. En daarom sta ik hier vandaag op dit podium. En ten tweede kunnen vrouwelijke kandidaten door duidelijk en helder te communiceren over hun inhoudelijke standpunten deze vooroordelen wegwerken. Misschien mogen we ons binnenkort dat wel opmaken voor een wereld waarin mannen en vrouwen eindelijk op gelijke voet staan in de politiek. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.